Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo. Als er een natuurramp gebeurt, vertrouw jij dan je leven toe aan het feit dat mobiele telefoons en internetverbindingen nog werken? Vertrouw je daar het leven van je gezinsleden aan toe? Ik dacht het niet. Amateurradio. Communicatie die altijd blijft werken. This is the BBC, with the Daily Minutes podcast. Oh no, it isn't. I mean, this is the Daily Minutes podcast. This is however not the BBC. De nu volgende uitzending bevat schokkende voorbeelden van hoe een hobby mensenlevens kan veranderen. Bij jonge mensen onder de 18 kan de aanwezigheid van een volwassene tijdens de uitzending gewenst zijn. Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo met de Daily Minutes podcast van 6 december 2019. Dus het bulletin van vrijdag. Let wel, ik gebruik PA0ETE en niet PA6E. Dit is een enigszins bijzondere podcast, CQ-uitzending. Het is de eerste Daily Minutes die sinds 30 september 2018 op een amateurband wordt uitgezonden. Deze uitzending is een experiment en wellicht blijft het bij een eenmalig experiment. Voor nu is het vooral een manier om te testen of dit ook echt werkt. De uitzending is te beluisteren op PI3XTV, dat is op 144.875 in de regio Amersfoort. En via de repeater ook via Echolink op PI3XTV-R. Als ik opnieuw op een amateurband ga uitzenden, dan is dat waarschijnlijk via deze repeater en dan één keer per week, ongeveer 3 minuten lang. En het onderwerp zal ongetwijfeld dan in hoofdzaken of uitsluitend amateurnieuws zijn. Voor wie sindsdien niet meer naar de Daily Minutes geluisterd heeft, is er een hoop veranderd. De podcasts zijn de laatste tijd vooral de laatste paar maanden nogal experimenteel geweest. Inmiddels begint het een beetje uit te kristalliseren waar het met de uitzendingen naartoe gaat. In het vervolg wil ik 1 of 2 dagen per week de uitzendingen geheel in het teken van de zendhobby laten staan. Overigens geldt dat grotendeels ook voor de weekenduitzendingen die op de oude manier in het Engels nog steeds plaatsvinden. Bij eventuele toekomstige uitzendingen zullen die op amateurfrequenties uitsluitend over de zendhobby gaan, dat zei ik al. Momenteel zijn de uitzendingen op diverse tijdstippen, waaronder nog steeds om 7 uur 's avonds en 10 uur 30 's ochtends te beluisteren op de stream. En dat is op http://dmr.li Delta Mike Romeo. Lima India. Daarnaast is er op internet een podcast en er is een mailinglijst. En verder is er ook nog een chat om inmeldingen te doen bij de uitzendingen. En een sociale media website. En die website dat is wokka.be. Wokka.be. En de podcast die is te vinden op dmpodcast.net. Delta Mike Podcast.net, oftewel Daily Minutes Podcast.net, is net wat je wil zeggen. En ook op paneletee.nl. Zoals gezegd, deze uitzending is een experiment. En ik ga zo dadelijk verder op internet met de reguliere uitzending. En aan het eind van die uitzending, ongeveer over ruim een half uur, waarschijnlijk ben ik QRV of misschien iets korter, QRV op PI3XTV voor eventuele inmelders via Echolink of via de Ether. PI3XTV zendt uit op 144.875, of zendt moet ik zeggen, want het is niet echt een omroepstation. PI3XTV zendt op 144.875. De ingang van het relais zit boven in de band op 70 centimeter, op 439.975, 439.975. Gewoonlijk zijn er meerdere ingangen, maar van al die ingangen staat momenteel alleen 439.975 aan. Op dmr.li hebben we hierna onder andere de Amateur Radio Newsline. Dit is Papa Alpha 0 Echo Tingo Echo. Ja, en de ether is nu uitgeschakeld. Dit is de Daily Minutes podcast voor vrijdag, de 6 december 2019. This is the BBC, with the Daily Minutes podcast. Oh no, it isn't. I mean, this is the Daily Minutes podcast. This is however not the BBC. Dit is de Daily Minutes podcast voor vrijdag, de 6 december 2019. Ik zeg het wat ongebruikelijk, maar het is ook wat onwennig zo via de ether. En nu niet meer via de ether. We zijn weer onder ons, mensen. Ik heb niet zoveel aanvullende mededelingen nog. Het is een leuk experiment. Ik hoop dat het gelukt is om het ook inderdaad in de ether te brengen. Dat moet haast wel, want ik heb vanmiddag een testuitzending gedaan. Maar je weet het nooit. In ieder geval...